Het zit allemaal een beetje tegen, dus we komen een beetje aan de late kant. Helaas. Ik heb een pakketje binnengekregen en ik zat zo op dit pakket te wachten. Je zijn weer te snollebolken. Jij bent de snollebolken. Ik zal trouwens voor de gein eens laten zien hoeveel chocolade we nog hebben. En nu is het weer veel te laat, uiteraard. Vandaag is woensdag en ja, zo te zien moet ik nog niet gaan school werken. Dus homeschoolen, want ik ga bij mijn oma werken. Superleuk en ik heb mijn kruiselie nog. Ik heb er net op tv gekeken en ja. Goedemorgen. Ik ben op Sarah aan het wachten. We moeten naar mijn moeder. Sarah heeft daar school vandaag. Maar die schiet echt niet op. Ik had de deur al uit willen zijn. Oh. Dus, oh, ik denk dat ik snel een appeltje dan ga eten, want ik heb best wel honger. Ik had eerst iets ik eten na, maar zelf stond niet klaar. Dan heb ik toch even wat voeding in mijn lijf. Wij zijn onderweg naar mijn moeder, maar het zit allemaal een beetje tegen, dus we komen een beetje aan de late kant. Helaas. Ik ben weer thuis. Ik heb de robot gelijk aangezet in de gang. Ik heb de wasmachine al aangezet. Al tegengezet, die ga ik nu eerst even drinken. En ik ga even kijken hoe nuttig ik mezelf vandaag kan gaan maken. Ik heb een pakketje binnengekregen. En ik zat zo op dit pakket te wachten. Want ik liet natuurlijk van de week zien, vorige week, dat mijn broek scheurde. En dat vond ik echt niet leuk. Dus ik heb hem opnieuw besteld. Wel in andere tinten, want die hadden ze niet meer en ik heb een topje erbij besteld. Dus dit is echt mijn all-time favorite model van Levi's. Dit is de Mile High. Mile High Super Skinny. Dus ik heb hem in deze kleur. En ik heb hem in deze kleur. En heb ik echt geluk, want we zitten in de sale-periode, dus ze waren echt de helft van de prijs. Dus ik dacht, ja, dan wil ik er eigenlijk het liefst gewoon gelijk twee. Dan ben ik even mijn geld kwijt, maar dan kan ik er wel zo lang vooruit. Ik ben als de dood dat ze eruit gehaald worden. En toen zag ik dit leuke topje met deze mouwen. Die vond ik ook wel echt heel leuk. Deze van de Mango trouwens. En toen dacht ik, ja, die doen we er ook bij. Die vind ik trouwens ook wel heel leuk op die spijkerbroeken. Dus ik heb weer nieuwe kleertjes erbij. En daar word ik altijd zo vrolijk van. Ik hou van nieuwe kleren. Ik ga lekker soep lunchen met balletjes. Oh, staat de klem. En die knapperen echt zo lekker. Hoor je dat? Ik zit met Denise in de auto. Je ziet hem nu wel in het licht. Ja, zie je wel. En ik geef Denise even een lift, maar ik moest ze naar Sarah ophalen. Dus ik ga Denise gelijk mee Sarah even ophalen. En dan gaan we naar huis. Wat gezellig. Maar anders moest je op de fiets en het was heel koud. Zo. En ik moest toch wel de auto in, dus dat was op zich goed in te passen. En nu zie je trouwens een tegen vorige keer toen ik zei dat ik met jou was, was je helemaal donker. Oh. Ik ging het editen, je zag ook echt hier alleen maar zwart. Ja. Dus daarna wel natuurlijk. Je zijn weer te snollebolken. Jij bent de snollebolken. Kijk wel uit dat je niet gaat springen met die borden alsjeblieft. Dat gaat dadelijk fout. We zijn samen aan het koken. Marco, ik was eerst bezig, de was gewoon en zo. Toen was Marco aan het koken. Nu is Marco weer even dingetjes voor mij aan het doen. En nu ben ik weer even bij het eten. En we eten kofta, maar ze vroeg over de rijst. Vond papa het nou goed? Vond jij het nou goed? Die rijst erbij. Oh, nee, papa wil hem apart. Ja, maar... Oké. Dus dan doen we voor dan papa eerst opstaan. Ja, dat is ook een idee op zich. Nee. Ik ga de saus maken. Wil je de tafel even afmaken? Mag ik nog? Nee. Dat mag. En dan ben je snel de tafel af. Ik ging opzij bij jou, want dan doe je ook naar de andere kant zo. Als je hem niet dicht gaat, kijk uit voor de rand, hè. Altijd. En wel in de pan. Ja.
En als je water op de sauspoeder giet, is het altijd het fijnst. Ik heb mijn best gedaan, heel erg in ieder geval, hè? Zo. En naar links. Zij ligt in bed. En Marcus de deur uit. En ik heb thee gezet. En toen dacht ik, oh, we hebben al die chocola nog. Oh, dank je voor opa. Maar die was net nog best wel warm. Dus die stond nog even naast de koelkast. Ik zal trouwens voor de gein eens laten zien hoeveel chocola we nog hebben. We hebben deze. We hebben deze. We hebben deze. 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 We hebben eigenlijk nog chocoladekruidnoten. En deze. En dan nog deze. Oh, daar valt wat uit. En in de la ook al. Dat is niet handig, maar dus dit is ook nog chocola. En wacht. Dan is er ook nog deze pot in huis. Dus het is echt... Nou, zo ziet het er heel veel uit. Maar voor chocola is het natuurlijk echt waanzinnig veel. Dus ik ga me opofferen. We hebben net Pinoza gekeken. Echt nog 5 afleveringen in de film. En dan hebben we de serie uit. En... Oh, dan kan ik zo niet wachten. Maar ik mag gewoon niet naar bed. Terwijl ik eigenlijk zoiets heb van... Slaat dan gewoon even over te slapen. Dan kijken we ze even af. En dan zien we daarna wel weer verder. Maar goed. Een stom idee, hè? Ik ga popcorn maken. Ik heb altijd echt een speciale popcornpan, omdat die pan best wel verziekend was. Dit is mijn popcornpan. Ik zat net echt te denken, oh, dat heb ik echt trek in. Dat heb ik zo lang niet meer gemaakt. Ik vind dat altijd zo lekker, hè? Dus ik weet eigenlijk niet waarom ik dat al zo'n tijd niet gemaakt heb. Dus ik heb het wel altijd in huis. Echt altijd. Ik wil dat zelf maken. Dat is toch echt, echt heel lekker. Zo. Nou, we deden een portie. Let's pop. Ah, lekker, 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 lekker. En daar ga ik deze bij drinken. Ik ga schoolweer klaar maken voor morgen. En dan hoop ik dat ze morgen alles afkrijgt. Vrijdag niets hoeft te doen, dan gaan we ook weg. Dan zijn we een groot gedeelte van de dag weg. Dus als alles op zou zijn, zou het echt super mooi zijn. Dan scheelt het een hoop. Kijk, sommige dingen zijn nog af. Dit is alleen maar een begeleidende brief. Dit is haar rooster. Dit is pen. Dit is nog maar 1 bite, dan heb ik gewoon allemaal klaar. Dingen gedaan. Dus dan hoop ik dat ze de rest dan ook afkrijgt. En dan zijn we daar helemaal klaar mee voor nu. Of het is eigenlijk ook, maar daar gaan we maar even niet vanuit. Hier moet ze echt nog veel van namelijk. Oké. Dat is klaar. Maar dat is weer een afwas. Ik zie het al, die ligt een stukje hier in de kast. Dit is al helemaal af. En dan doen we deze opdracht af. Zodat dus we echt morgen in deze mok doen alles wat helemaal klaar is. Dit is ook wel... Nee, schrijft ze niet in. Ik had opdracht en daar moest ze een schrift voor, die had ze niet. Dus toen vond ik nog, in ieder geval die heb ik wel aan haar gegeven, maar ze had oude schriften. Van mij en van een woordje en alles waar we niet in deden. Dus toen dacht ik van nou, dan is dat misschien een idee. Om het daar allemaal in te schrijven en dan kan je in ieder geval dat hele schrift mee naar school nemen. En dan zit alles in ieder geval wel klaar. Oké, dit ligt in ieder geval nu klaar. Ik ben nog even weg. Daar staan ook dingen in waar ze vanaf moet werken. Maar dit is in ieder geval geïnstalleerd en vast. En nu is het weer veel te laat, uiteraard. Maar ik zat echt te denken, door die lockdown, je hebt gewoon eigenlijk
geen goede reden om vroeg op te staan. Dus mijn ritme wordt dan echt automatisch gewoon heel laat. Ook al wil ik het niet. En af en toe probeer ik wat vroeger te gaan. Maar het is weer tegen 2 jaar. Ik heb wel gezegd dat ik echt niet na 2 wil gaan. Die soort regel heb ik opgesteld. Want de vorige lockdown werd het echt 3, 4, soms 4:30. En dat moet ik echt niet doen. Maar goed, hij is sowieso toch nog een week verlengd. Dus ja, we zien het daarna wel weer. En ik heb eigenlijk een beetje het gevoel dat het daarna ook nog niet open gaat. Ze krijgen ook op school niet voor 1 week, maar voor 2 weken werk. Dat gaan we maandag ophalen. Omdat ze er dus ergens toch al ook een beetje vanuit gaan. Dus dan hebben we dat in ieder geval vast in huis. En anders kunnen ze het gewoon weer mee naar school nemen. Maar goed, ik ga mijn bed in, anders wordt het nog later. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!